Goeiedag. Het is een nieuw jaar. Het is een nieuwe camera. En we gaan nu naar Rivage in de Ardennen. Om de clip voor onze volgende single Warpaint op te nemen. En, er zijn verkoolde lijken, een assenregen, een Romeins legionairsharnas, letterlijke oorlogs. Verf en alles in een bende wilde Germanen bij betrokken. Dus het is alvast mijn favoriete school activiteit ooit. En hoe laat zijn wij vertrokken? Wij zijn, ik ben om 6 uur opgestaan en ik ben... Hey, ik ook. Hey, awesome. Om 7 uur hebben we afgesproken aan Centraal en dan hebben we de trein gepakt. Hoe lang is de trein eens? 2 uur en een half. 3 keer overstappen. Ja. Yeah! Wat is je eerste indruk? It's gonna be amazing. Maar gaat dat dan niet? Ja. Maar kun je het dan aan gebruiken als het water? Gaat dat water dan niet in brand? Minder confetti, denk ik. Minder bewegen. Dus mij is het minder bewegen. Dude, do not fall. Ik kan het nog eens op kaartjes. Maar hij is dit gedaan, dat was wel goed. Fake. Anders gezond mee wel hoor, oké. Ah ja, echt. Kom maar naar hier. Mini-poletje. Mini-poletje. Merci, merci. Het zit een beetje nader. Oké, oograf van de zin, ja. Heel nooit aan je. Toch zet hem nu uit te gaan. Nice. Oh, dat is wel warm zo. Zullen we eerst die haar naar rechts doen? Binden of naar boven binden of zoiets? Het is wel mat, zeg je dan. Sorry, mat, uw haar zo. Ik moest smegma uitbeelden tegenover mijn schoonmoeder. Ah. En ik heb er keilingen over aan het doen. En uiteindelijk... dat die volledig wel open en die zei Survivor Heistraten. Als het blond is, dan zou het zo de villain zijn uit de Rocky Horror Picture Show. Oké, ik ben de enige. Wie? Rocky Horror Picture Show, zo de slechterik. Uit de film, ja. Maar dan blond. Ah ja. Wat zalig. Nee. I think pleasure in gutting you, boy. Things that bother you never bother me. I feel healthy and fine. Ha-ha! Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. The last skeleton of Cadavra. Dus die twee rotsen daar. Ja. Die twee rotsen daar. Die zien eruit als gebouwen, maar dat zijn eigenlijk gewoon natuurlijk gevormde rotsen. Mm-hmm. En volgens de legende worden die rotsen hier de vagina van de hel genoemd.
Maar dat zou dus twee ratten zijn die een soort van poort van de hel hebben gestropt in. Als er iets is dat die rotsen kan breken, dan zou de poort van de hel open gaan en zouden wij allemaal verzwolgen worden. Dat is een idee voor een nummer, hè? Ja. The gates of hell. Vagina. Are a vagina. Een heroïsche pose aan. Vertraag de rechterrijstrook op de binnenring tussen Dan het volgende beeld is van het antwoord van William Shatner. Van William Shatner. Shatner! Het ziet er ongelooflijk uit. De Romeinse kostuums zijn absurd cool in de Germaanse dingen ook echt fantastisch. Er is alleen iets serieus misgelopen met het weer. Echt een noodlottige storm die veel van de lampen heeft aan doen springen. Dus we moeten een tweede draaidag doen. Daar kunnen we misschien niet bij zijn, maar het zou wel heel cool zijn om dan alles nog te doen. Want het is de belangrijkste scène is niet gefilmd. Ja. Dus, maar de beelden die er al zijn, zien er ongelooflijk uit. Ja, het was een ongelooflijk sympathieke, fantastische groep, ja. Hè? Ja, de, stuk voor stuk. Een van de leukste filmsets die we hebben meegemaakt, eigenlijk. De mensen die eraan meewerkten waren vrienden, cafégenoten, broers. Het is echt een zeer, zeer coole sfeer. En allemaal keivriendelijke mensen, echt heel tof. Ja, ja. I have no last words. Donk.